ergens. Hij is echt mooi. Redelijk. Weer vanaf de achtste plaats. We waren er bijna, jongen. Als Jasper gewoon was gekomen, dan hadden we 16 man. Pijnlijk hoe je dit. Waarom staat mijn racelijn weer aan? Dat is disqualificatie, hè? Nee. Hij moet uit. Stinging. God, ik heb gelijk een smash achter me. Ik vind het nu al niet leuk meer. Zeer leuk. Ja, voor smash. Even elkaars redpunten leren, hè? Ja. Moet hij van mij zelf nog leren, zodat... Waar rem jij weer de laatste bocht, smash? Schaam, goed je ziet. Goed je als rempunt. Nou, als je erbij raakt, moet je op de rem grappen. Je hebt je knipperlicht aan laten staan, Dennis. Ja, ik zag het. Het kost allemaal extra energie, hè? Oh, Matthijs. Kleine tussen. Achter. Help. Een hele ronde en nog steeds geen schade. Ja, dat zegt met deze bocht 1. Ik kneep hem wel even hoor. Ah, Jezus, ik heb hem vloes kwijt. Nou ja. Jezus, smash. Ja, wel smash is het niet. Ja, ja. Toch hoor. Ja, smash is het niet. Wat kom jij, wat is vandaan, joh? Oké, nou. Hey, die BMW werd harder. Lekker laat remmen, smes. Ja, bij 100 meter kan gewoon. Ja, de BMW kan ook laten remmen, maar ja, soms is het ook te laat. Je gaat me hier echt niet buitenom inhalen, pik. Punten voor het proberen. Ja, leuk geprobeerd inderdaad. Maar dan laat ik hem helemaal naar buiten lopen. Ja, dat deed je inderdaad, ja. Sorry, Bens. Hij fout. Meter te laat. Precies, ze vechten dan. Ja hoor, Boemer wel in de chat, what the fuck? What the fuck, Boemer? Dat kan toch niet? Godsamme. Echte Boemer. Bijna volle grid gehad. Bedankt, Boem. Ja, bedankt, Boemer. Je hebt het verpest voor ons allemaal. Oké, Boemer. Oké, Boemer. Niet oké, Boemer. Dat is slecht. Nee! Oh. Maar dat klinkt niet goed. Nee, we sloeg er een opeens gewoon rechtsaf uit niks. Tot neus. Zonder knipperlicht. Nou, haal hem inmiddels uit, ja, dat klopt. Nu wel. Het is alleen maar mijn voorbumper unit. Daar kan je nog wel mee rijden. Die hoef je misschien niet eens te fixen in de pit. Maar ik zou het toch maar doen. Ik zal nooit luisteren naar wat Robert zegt tijdens zo'n race. Dankjewel, man. Zuur, het ging lekker. Ik weet zelf helemaal verneuken. Oh, wat zonde. Alles weggegooid. Oh, wat zonde. Nou, dan heb ik maar weer wat erop gerecht, hè? Ja, ik moet weer mijn rempunten gaan ontdekken. Oh!
Nee. God. Heb je mijn safe scheme of niet? Moet ik even wachten. Rondje even, maar... 10 seconden rust. Wat? Ik heb trouwens helemaal geen plek gezien waarbij je penalties moet inleveren. Vlak voor de pitting. Op rechts, toch? Oh, dat heb ik gewoon niet gezien dan. Echt een kutte baan. Ja, je verkloot twee rondes qua tijd. Eén keer de straf. Het is wel een baan waar je op zich niet heel makkelijk penalties pakt. Bocht 2, paaltje. Ja, maar die pak alleen jij, geloof ik. Ik denk even testen hoe ver je daar kan gaan. Hard afgesneden. Maar dan wordt het niet afsnijden. Dan wordt het echt afsnijden. Ga je eens smash? Jezus Christus, nee. Een klein kutding helemaal uit de flow kan halen. Ja, dit stuk van de baan echt onnodig. En dit is echt een stuk. Echt zo kut. Nou, als je hem dan wel weer goed doet, is het toch wel mooi, hè? Nee, nog steeds niet. Het ergste is nog steeds die Mount Fuji op de achtergrond. Ik kan er gewoon niet naar kijken. Ben je meest wat? En nog iemand één pit? Eén stop? Nee, ik zo niet. Easy, man. Ja, ik één stop, zeker. Ja? Yep. Of medium? Ga je half één stop of zo? Nee? Oké. Medium hard. Ik zou zo voor de nieuwkomers moet twee compounds gebruiken. Ja, en trouwens, wel goed om te weten, ja. Echt, iedereen nou, twee eerste... stoppen? Ja, ja, ik denk zo. Ik vind het, ik ben op soft gestart. Kijk wel wat jij komt. Nu begin ik te twijfelen. Dat werd toch eerst kan wel, hij kan wel. Hij is wel trager waarschijnlijk. Ja, ik weet niet hoe het duurt hoor. Ja, gisteren wel gecheckt. Ik was 3/10 langzaam op dit compound. Oh. Ja, nou die reed op Suzuka waar Matthijs met 20 seconden voorsprong rond durft niet meer. Ja, dat snap ik ook wel weer. Thank you.
Nee, Matthijs, heb je nou de Snow weer voorbij gelaten? Waar betaal ik je nou voor? Ja, ook helemaal niks. We komen wel dichterbij op jou wel, dus... Die GTR is snel. Jezus, man. Ja. Die is echt snel. Wat een goede bed doe je voor, jongens. Nou. Ja, het was mooi, Bint. Vind je het mooi, ja? Ja, het was leuk, toch? Ja, het was hartstikke leuk. Als we de uitslag ook elke keer zo kunnen houden, dan... Nee, ik wil ook eerst een voor jou eindigen. Alleen die zippy-zip die komt nou steeds dichterbij, onder wij tijd verliezen. Je vindt het laatste sector heel veel. Ja. Mijn bandjes beginnen alweer... Echt hard. Ja. Goeie, probeer het maar even, Zippy. Ja, rechter stuk met deze auto is kansloos. Nou, maar wat blijft er lekker in? Gezellig achter mij. Nou, dan geef ik jou wel een slipstream. dit is gewoon lief. Dit is lief racen. Ja, maar je moet nou twee man verdedigen en ik moet helemaal buitenom. Pak hem. Maar jullie mooie zitten dus allebei op SOS, begrijp ik. Wij zitten allebei op SOS. Ja, dat wil ik. Daarom kunnen wij dit zo easy doen. Op mediums dan had ik er niet meer kunnen. Bepaalde bochten, dan merk ik echt dat ik veel meer grip heb. Maar dat, dat is nog maar twee rondjes en dan zijn mijn bandjes op. Wat is er gebeurd? Het is te mans. Ik dacht op het groene kan ik ook volgas. Nee, op de rond deze. Niet. Op realistisch niet hoor. Daar gaat het. Mensen wel eens de lachende derde zou kunnen worden op dit rechtstuk. Dat denk ik ook. Ik probeer het op te lijnen, maar ik moet hier even goed. Ah, ik zit net erbij. Gas. Hey, blijf voor me rijden, man. Wat is dit over gekkigheid? Ja, man, dat geslingerde slecht op mijn bandjes. Ja, I know. Oh, dit gaat zo verkeerd aflopen nog een keer, hè. Oh, dit moet ik niet doen. Ik moet geen andere weer lijn niet gaan rijden. Realiseer me nu dat ik de pitside nog signed gedaan heb. Wat zeg je? Normaal oefen ik de pitsminuut al één keertje, een beetje weten waar je in moet sturen en zo. Geen idee wat ik niet moet doen. Dan moet je wel opletten, kan ik je vertellen. Ja, ik kan hem niet vol gas inrijden, zeg maar. Nou, probeer maar. Ja, dat gaat makkelijk. Dat gaat best wel makkelijk, zelfs met de ogen dicht. Oh,
rem nog in die bocht. Ah, dat is een kutbocht. Die moet je echt opgeven eigenlijk. Ik heb een klein beetje wielspin. Nou. Ja, één stoppen net niet, denk ik, nee. Moet je nu van hard gaan? Nee. Hard? Ik heb? Nee. Ja, op een oval. Want dan wil ik het nog wel eens doen. En op het rechte stuk gaan hard zijn prima, maar... Het punt is, als een bal komt zachter, dan redden wij het net niet. En dadelijk zit Koos op zacht. Oh nee, hij ging hard. Ja, misschien. Ligt eraan. Ik heb twee strategieën. Ik kan misschien naar soft. Plan B. Maar dat wordt wel echt door het tandvlees. Jij was toch ook Ferrari fan, of niet? Ja. Stay out. Ja. In. Oké, check in. Nee, dat in was toch een Mercedes? Ja, klopt. Het is echt wel geinig rijden, hoor. Zo achter zit hij in Koos. Ik had zo hard op mijn rem, om mijn mat in moest geven. Ja. Ik zie het ook gebeuren. Op de pedaal was dat scheef. Maar ik blijf nog anders recht rijden, man. Ik wou moeite doen. Oh ja, je moet wel even de pit wel even bekijken, ja, als je het dus ziet net. Want ik ben er ook niet geweest, denk ik. Maar ik vind dat niet te hard. Dacht ik je? Nee. Oh, dat is niet goed. Ja, want ik kon niet harder remmen als dat. Wat was het? Hoe lang kunnen jullie doorrijden op soft? Ik zit nu op 11. Ik kon door 13 rondes. Nou, oh, vol. Okay, mijn linker voorband was kapot gewoon. Ja, ik ga er nu ook in. Mijn linker voorband inderdaad ook. Ja, maar 13 rondes dan moet het... ik heb niet de medium volledig kunnen testen. Dus... Oh. Ik ook niet, dus dat wordt gokje voor mij. Ja, maar kijk, medium... daar ben ik ook start op medium. Kijk, zeg maar medium, hard. Dat is geen enkel probleem. Althans, nee. Als het goed is. Maar medium soft kan heel moeilijk worden. Maar het kan. Ja. Jammer dit, boy. Oh, ga denk ik niet, hoor. In ieder geval, zal mij niet lukken. Ja, maar mijn auto is volgens mij best wel goed met banden. Tenminste, dat merken we al best wel het hele seizoen. Met de bandenfluisteraar. Je ziet me ook bepaalde gedeelten zien me niet zo heel hard gaan, maar dat is wel om gewoon de banden ook te sparen. Dat vind ik ook, maar dan gaan mijn banden ook af. En mijn medium's aan de voorkant zijn de banden ook de helft mee, hoor. Ja, bij mij nu net voor de helft. Echt? Ja. En bijna links voor sowieso hard aan het gaan. Nou, bij rondje 11 zat er nog 5% op mijn softjes. Ves, zet die sloffen er even onder, hè, mijn hok. Tijd verliezen, maar gewoon om de banden te besparen. Want ja, inhalen gaat toch bijna niet. Maar ja, daar komen we inderdaad toch niet voorbij. Maar goed,
drie na laatste bocht kunnen we veel harder erin. Alleen waar je naar dan komen wij er niet erin. Wat is er gebeurd? Ik kom voor ja, dat je. Ja, iets te vroeg op mijn gas. Interessante lijn, Robben. Hm? Is de bandjes. Ik wil er buiten om bij zit. En als zij iets te vroeg op de gas, dan wil ik het. Dat is klote. Ja, het kost veel tijd. Het was best wel veel zand in mij. Maar ik vind het cool dat je maar nog een kans geeft. Ja. Hij was in één ronde bij Hulsan dichtbij ons, hoor. Ja, zeg het. Ja, ik wil er gewoon niet opgehouden worden door jullie. Het zou maar iets van, doe ik het zelf maar. Ik had ook hoop dat ik meer slipstreams hebben, dus zullen die baksteen van je. Nou ja. Ja, die baksteen gaat wel hard op het stuk, hoor. Nou, die loopt eigenlijk door ofzo. Onderdeel van mijn masterplan om de snelste tijd neer te zetten. 1.804, tering. Even die slipstream van Matthijs pakken. Ja, toch weer extra puntje. Maar op welke plek rij je dan? Hier, denk ik. Zo, gaan we de pitstraat in. Ah, fuck, ik ben hem helemaal. Ah. Nou, dan krijgen we 2,5 seconden langzamer dan exclusief. Oh, vol banden nee, ik doe een 4-stopper. Dus, Yo! Nee. Ja, laat zich niet meer verrassen, zei hij, hè? Zo, het duurt lang, verstopt, zeg. Ik ben niet veel erbij te denken, hè? Oh. Nee, dat hoeft niet. Oh, sorry. Mijn banden beginnen ook... ja, ik hield hem ook niet meer, hoor. Als je het niet had gezeten. Joep, jouw bandjes. Switchback. Jezus, die GTR gaat zo teren naar hart. Ja. Hey, is de eerste! Is de eerste! Hey, 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 hey! Zo. Alles goed? Ja. Dag. Ik moet wel iemand bellen. Toch even goed voor het gevoel, hè? Nee, we zijn aan het racen. Dan straks wel. Echt, mensen zijn wel de hele race aan het appen en dingen aan het sturen. Ik word helemaal gek. Ja, lees het dan eens een keertje, Sibbe. Ik ben bezig. Zit je op... Wat ben je aan het doen dan? Want je bent ook niet aan het racen. Shit, heb je gewoon even lezen ofzo. Op die gemakje ook. En doe het gewoon een bochtige gedeelte. In de pitstraat krijg je 24 seconden vrij, hè? Ja, ga je aan. Want neem even een extra stopje. Ja. Is wel belangrijk. Ik vind het ook, ja. Gewoon doen. Was op Alvist? Oh, zat, met opzet was Alvist, maar thanks.
Oeps. Was fun while it lasted. Yep. Moest naar binnen. Ik had geen banden meer. Oh, ik doe het op nummer 1. Maar dat was ook leuk. Maar mooie battles. Ik heb echt jou en Binzi voor mijn lijf moeten slapen. Voor mijn lijf. Ja. Ja, maar we komen er nog wel een keer aan, hoor. Vast wel. Maar wij komen weer aan. En je loopt net te hard op het rechte stuk. Ja, nou, dat is echt dat komt dat niet normaal. Echt niet normaal. In de slipstream daar komen we net niet helemaal voorbij, man. Ja, en het ding is, ik kan veel later remmen ook bij bocht 1. Ja, dat merkte ik ook. Ik moet echt bij 150 echt gaan remmen. Om die bocht nog een beetje netjes te houden. En jij kan gewoon bij 120 of 110 die rem douwen. Dus in bocht 1 kunnen jou ook wel niet inhalen. En in bocht 2 ook niet. En in bocht 3, ja, als we jou eraf rijden wel. Dat gaat op de kant. Mogelijkheid. Maar dat doen we niet. We houden het netjes. Zo, daar werd een harde blok gezet. Yes. Ja, maar dat is goed bij Soma. Ja, godverdomme. Ja, volgens mij nou wordt het even persoonlijk. Volgens mij wat Story of Day was niet helemaal in de haak daar. Want hij zat nee, of hij zag mij niet, maar... Nee, ik denk dat hij op mij zat te letten. En toen schrok hij zich een beetje helemaal de pleur is dat jij er langs kwam. Want hij probeerde eerst mij op te blokken. Er zijn geen tranen. Nee, gelukkig niet. Wow. Daar krijg ik beuk. Gewoon terugbeuken. Nee, dat kan wel afstand. Zeg je? Ik ben gewoon rechtdoor rijden, ik tik je even aan. Ja. Doe maar. Ik ga wel zo weer naar links, hoor. Ja. Dus jij vindt gewoon, ja, moet doorrijden. Dus ga zit streamen. En ik krijg ook een speedboost. Hé, hey, dat paaltje mag ik wel aanraken zonder straf. Ja. Hè? Ik dacht al, hoe ver ging jij dan naar links is het zeker? Ja, dit was je wel daar een straf krijgen. Was ik te ver. Maar dan was ik niet sneller. Ja, sorry.
Goedenavond, Sjoerd. Maar de instapper, Koos. Zeg je? Wacht maar de instapper. Ja. Ja, dan daarmee eindigt chaos nog wel best wel hoog. Ik weet niet, gaan we meemaken. Hoger als mij in ieder geval. Ja, die 20 seconden maak je niet zomaar goed. Zeker niet als je een beetje verkeer nog tegenkomt. Hoeveel ronden kon jij op medium zijn, Matthijs? Over de 20. Ja, dan kom ik op 31. Maar mijn softs heb ik ook al 2 rondjes afgelegd, dus... Ik vond het hier wel een beetje snel, maar je hebt 2 keer soft gegaan. Jezus. Is alleen dat die spinnen misschien de overwinning gaat kosten. Ik denk die 5 seconden op jullie wel nodig gehad. Ja, waarom ging jij naar binnen? Doe het dit. Ja, bannen daarop. Oh echt? Best soft. 2 keer soft. Ah. Ja, 2 keer. Omdat ik niet op die medium wilde rijden, dus gewoon... Die 2 keer soft maximaliseren. En dan gewoon kijken hoe lang het nog op medium moet, zeg maar. Ja, ja. Ik twijfel tussen soft, medium, soft of soft, soft, medium. Maar aangezien ik niet echt getest heb, had ik zoiets van, doe gewoon soft, soft. En jouw interzet? Ja, dat is puur voor de snelste ronde aan het eind nog. Oh. Op de curb. Van binnen zeg, moet je naar binnen? Wel? Moet je niet naar binnen? Oh, ik vind het deze bochel. Over 15 rondjes of zo. Is klaar. Nee, Jezus. Nee, ze zijn echt wel goed met bandjes. Nog mij is ingaan aanloop. Dat gaat je toch wel lukken? Op een pitje. Back him up. Ja, want wij zitten nog steeds in hetzelfde team, dus ik doe dat. Ja, goed zo. Ja, back him up. Zo, dan maak ik toch in één keer een breaktest op van mij.
wel op glijden. Snowy, want de reis wat langzamer in, want ik heb een slipstream nodig, merk ik. Oh, die moet helemaal niks heel doen. Die moet niet drift op de bocht heen. Die gaat niet sneller en het kost heel veel band. Even een pauze, ik moet even pissen. Ja, is goed. Ga maar. We wachten wel. Ja. Sneller, hè? Die bocht hoog nemen. Yep. Ja, ik zie het. Ik loop 3/10 uit met insturen, zeg maar, van kort. Ik vlieg dus tot tijd uit 6/10. Van 3.4 naar 2.8. Oh, kut. Ik moet wel even vergeten te remmen. Ik zag een bordje 100. Kan dus wel. Is de bocht dus geen favoriet bij mij? Ik vind die echt heerlijk. Dat is de enige die ik echt leuk vind. Je maakt je deur vlak hebben met de apex. Je passagiersstoel. Jij zegt apex, wauw. Of hoe heet dat ding? Jij. In het midden van de bocht. Ja, dat heet toch zo? Apex, ja. Ja, apex. Of is het Apex? Sorry. Meestal wel. Nee, Apex. Denk wat bedoelen jullie nou, joh? Sorry. Ja, de Apex dan. Je kan echt zoveel laten auto, remmen met die, deze auto. Auto vlak hebben daarop. Dat ja. Is echt heerlijk. Ik moest gewoon kennelijk eerder remmen omdat jij gewoon veel later stilstaat. Ik kan ook echt niet laten remmen, anders dan mis ik gewoon die chicane. Ja, nee, dat zie ik ook, ja. Zat je de wieltje in het zand? Ja. Dat is de enige bocht waar ik een klein beetje tijd kon pakken, of niet? Dat was niks kan. Ja, ik ga nu gewoon verder met hengelen.
Tering, heb ik een begeleiding. En de band is pas op de helft. Dus dan zou ik het moeten redden. Een rondje 11 binnen gaan, 13 rondjes, band is op de helft. 11 rondjes te gaan. Oh, what the fuck? Ah. Ja, ga je het redden? Nee. Ik denk dat je aan de kant ging. Ja, dat is wel heel leuk. Hoef ze niet helemaal buiten de baan te rijden. Het was niet helemaal mijn bedoeling. Blauwe vlag, oké. Zo, ik loop te kutten met mijn mannen. Ik denk, nou, die moet ik wel redden. Wie was dit? Ik zal rust. Waarom is hij heel? Ga je heel rechts? Thanks, Robert. Jo. Nou, nog even tanken. Ja, dat is hier goedkoop, hè, in Japan. Ja. Even jerrycannetje mee. Niet tanken, schat. Dat is een flinke slok. Ja, ja, die AirPods, jongen, die zijn zo gevoelig. Ik weet niet of je gaat vertellen. Ja. Ik weet niet of je gaat vertellen dat je dorst krijgt van je AirPods, maar. Sorry. Yeah.
wisselen van medium naar soft is wel echt lekker. Hè? Ja, ik mis de soft wel in deze strategie. Dan sleet die medium en dan weer opnieuw een soft. Want je bent wel naar gegaan. Dus. Ja, ik kom er nu wel achter dat ik echt de verkeerde strategie heb gekozen. Zomaar gaan doen met zijn strategie. Ja, ik kan hem uitrijden op mediums, maar ik kan ook als slap gaan natuurlijk. Ja. Ga ik ook proberen. Ja. Red je dat uitrijden op mediums? Ja, ik denk het wel. Ik heb nu nog procent of 45% denk ik om achterbanden. Wow. Ze moet wel kennen, maar ja. Oh jezus! Ah jongen! Ah, je bent mijn fucking battle nu aan het opfokken, lul. Yeah. Ik zat even niet op de let op rempunt. Kom op man, Bincy. Oh, ja. Dat is echt lomp, man. Oké, okay, ik ben nu gewoon 2-3 seconden kwijt. Ja, nee, ik hoef die positie niet, daar gaat het niet om. Jawel. Nee, het gaat niet. Ingehaald. Ja, daar gaat niet om. Ik maak een foutje. Ja, maar dat kan gebeuren. Ik bedoel, je hoeft die positie niet te geven. Maar ik bedoel meer tuurlijk van. Wel. Ik zat in zo'n mooie battle met Zippy. Die battle is kapot. Dat is wat ik bedoel. Dat klopt. Op Siri. Eigenlijk heb je gewoon alles kapot gemaakt. Jij moest toch nog naar binnen, dus dat maakt me niet uit. Ik nog naar binnen. Oh, dat dacht ik. Nee. Oh, okay. Ik heb net nieuwe softs eronder gelegd, dus daarom was ik zo snel. Ik kwam in een halve baan 4 seconden dichterbij. Ah, oké. Okay. Nee, en toen verremde ik me daar. Dan heb ik het verkeerd begrepen. Ja, was het. Nou, ik had zoiets van, wat doe je nou moeilijk, man? Je moet zo naar binnen. Nee, natuurlijk niet. Want dat zouden we niet doen, hè? Ik zeg, ik durf hem nu niet meer normaal te nemen, want daarvoor ramde iemand hem daar al ertussen. Hey, zomaar, je moet nog tanken, toch? Ja. King Hell, wat ga je hard in die Mercedes doen? Heel even wennen, maar ik kan waarschijnlijk veel harder, ja. GTR die gaat hard pas. Elke race die dit seizoen heb meegedaan ben ik derde geworden. Het leek toch dat dat is. Oh, dat scheelde niks met een halve seconde. Maar een straf. Ja, viel mij toch? Ik neem Max wel. Ja, iets meer naar links en het is klaar. Zo is in de bocht.
Heel veel tijd verlies je niet hoor, als je de laatste zo neemt. Nee. Verbaas me ook. Hé, hey, Stoyhoff, wat doe je nou, man? Ze moet hier ook wel hebben, hè? Ja, what the fuck? Maar hij, ik zie hem al de hele tijd al gezien rijden. Nee, sorry. Sorry. Zijn we geheel? Ik in ieder geval. Ja, kom er maar langs. Oh. Want hij tikte mij ook al een paar keer aan. Hè? En toen liet ik maar gewoon voorbij. Dat is heel makkelijk, precies. Ja. Ja. Ik heb liever jouw stick schimmen dan proberen om jou. Wat voor auto zit jij in de auto, Simpy? Ik heb me proberen, alsjeblieft. Ja, dat moet ik ook. Dat heeft me minste tijd gekost. Heb ik wel gemist? Ja, jij liep wel even ook netjes weer voorbij, dus... Ik vind het smash. Nou, dan ga ik mooi in de kant, hoor. Ja, appreciate it. Oh shit, sorry. Hier, ga maar. Oh, ja, oké, je snapt het niet. Hoor je me? Nee, het zit volgens mij niet in de Discord. Nee, Koos, je mic staat muted volgens mij. Mijn mic? Ja. Hoe moet ik je anders horen? Ja, ik ben een sukkel. ik hoor Limburgs. Ik hoor je mic dus staat mute. Mensen, red me even jouw slipstream dan. Oh, ik ben al 2 seconden weg. Wie? Oh! Dan moet je harder rijden, hè? Ja, dat lukt me. Je hebt banden bijna af. Ik heb een gat van de Dat is wel iets wat zeg. Thank you. Oh, de 37 hebben we voor me. Ja. Ik heb nog een paar laps. Ja, op oude banden. Oké. Nee, ik heb een nieuwe softs. Hoppa. Jezus. Ja, ik ruik toch Max Downforce.exe of zo. Ah, ik kan het echt nog inhalen. Dus. Softs, nieuwe softs. ja, true. Softs. Nou, maar alsnog. Alsnog is het inderdaad. Dat heb ik nog nooit gereden. Heb je BOP even uit kunnen zetten? Was het maar zo'n feest? Nee. Ja, gisteren oefenen heeft veel geholpen, denk ik. Ja. Dat het brein ja, zo groot is. Ik dacht dat het 4 is. Maar als hij Mike nu niet staat, dan moet hij mij nog steeds kunnen horen, toch? Ja. Van Binsbergen, ja. Hoeveel seconden zit Zip achter jou? 5.4. Jij rijdt een nieuwe software, hè? Wat ben ik? Jij rijdt een nieuwe software, hè? Ja, en ik rijd rondetijden nu van 1.38.4. Zie je dat? Is dat genoeg info? Want ja. Je wil graag naar binnen, hè, voor een setje. Ja. Ik zou het gewoon durven. Het ging op Laguna Seca ook goed, durven. Nou, ik heb nog nooit een 37.3 gekregen. Nee, dat is echt hard. Echt insane hard. Ja, dat is het ding. Ga je Messi moment poelen of ga je een beetje in de vergetelheid ga je derde worden? Ja, Ronaldo zijn of zo. Want
ga je nou Ronaldo zijn? Gaat je een nachtkaarsje als Ronaldo uit, ja? Dat is de vraag. Ja, wat als ik nog sneller ga? Dan hebben we een strijd van Messi en Mbappé, dat is wat we willen zien. Ja, inderdaad. Ja, dan ben je de Mbappé. Tweede geworden, maar wel het snelste weg. Nou, wat ik vind hem nou een beetje de weg. Gaat hij? Ja. Daar gaat hij hoor. Oh, gas, Robert, slipstream van mij. Ja! Dat zeg ik ook. Heb je mijn slipstream of niet? Ja, ja. Ja, ik heb hem. Ja, je loopt weg. Hoe kan het nou voor zijn? Dus jezelf houden. Dat doet niks. Oh, ik krijg een blauwe vlag. Wacht, ik rem even af. Ja, ik zou... Oh nee, daar komt ie. Ik blijf links, ja. Oh. Veel zo laat. Ah, dit is wel lijp hoor, Lissief. Ja. Dit is lijp hoor. En nu nog de snelste ronde. Respect. Hé, hey, maar ik maak het. Ja, stop. Ja, je hebt je goed op laten flikken. Ja, maar ik wilde me echt in mijn banden die waren. Mijn banden gaan echt hard, maar dat komt denk ik dat ik met controller rijd. Dat ik nu ook gewoon full steering angle steeds heb. Oh, dat kan toch. Matthijs rijdt bijna de hele race al foutloos, dus de kans dat hij nog een foutje ging maken was ook niet echt heel groot. Jezus, ik kan echt heel laat rijden. Nee, alleen nog op mijn scherm stond je auto helemaal dwars. Ik denk die piepte vanaf. Ja, dat was iets te vroeg op mijn gas. Dit kan ik niet, dat heb ik niet geoefend. Hier, nu staan we bijna naast elkaar. En nu... Ja, nu moet ik zorgen dat ik uit je slipstream rijd. Ja, dat is nu al, omdat je veel meer snelheid kan nemen. Dat heb ik een paar keer geprobeerd en toen ging ik dwars. Dus daarom doe ik het niet. Nou, ik one shot snelste. Ik weet niet of dat lukt. Als je naar mij even had voorgelaten, je had gewoon deze laatste ding dat je moet opofferen. Makkelijk, man. Te veel risico nemen en dan ben je plekje kwijt. Yep. Nou, ik heb paarse trainen, dus jij ook. Nou, meneer Rick, straks zelfs nog. Ik zijn inderdaad wel paars. Maar... Ja, dat is 0.7 de boven. Waar zit jij zo, man? Dankjewel. Ik, ik was plus 0.4 op, maar ik kon geen 1.36 rijden, helaas. Ja, nou wel verbeterd. Ja, met 2/10 verloren in de laatste sector. Nog gefeliciteerd hoor. Echt goed snel. Ah, 13e. Nope, ja. Volgens mij geen snelste ronde. Ah, Mbappé. Nee, was niet snelste. 37 nog iets. Nee. Nou, hey, maar Mbappé die heeft ook een 80 miljoen op de bank. Als het niet meer is. Precies. Mbappé. Oh, ik had helemaal niet gezien dat Snowy of nog een penalty had. Poef! Dat was toch een drag race. Heb je vaker snel, ja. Sorry, wat zei je? Heb je battle, Boah, ik heb een aantal heftige battles gehad hoor. Op het einde was het ook nog even...